Yo mensen, welkom bij deze nieuwe FIFA 20 video. Ik heb even de Marker matchups gedaan. Deze heb ik al voltooid, deze drie. Ik had dit voornamelijk gedaan met spelers uit mijn club. Maar voor deze heb ik wel allemaal spelers moeten kopen. Geen loyalty en zo, dat hoeft allemaal niet. Dus ja, dan ga ik deze even indienen. En dan heb ik deze voltooid. En dan heb ik pakketjes om te openen. Dan mark uw krachtmetingen voltooid. Dan ga ik naar de packs. Nou, we zijn nu bij de packs. Dit zijn dus mijn packs. Ik heb een zilver packie. Dit is voor mij een 5k pack. Een 15k pack. Ik weet niet wat voor pack dit is. Een zeldzaam goud, dus alleen maar zeldzaam. En hier ook een zeldzaam spelerspack. Dus als eerst begin ik even met het zilveren pakketje. Er zal geen hele goede speler in zitten natuurlijk, maar er zitten meestal wel spelers in die wat waard zijn. Even kijken, het is Pasquini. Ik denk dat hij wel wat waard is, 73 rated. Ik ga het gelijk even controleren. Nee, 1k ofzo. Nou ja, ik ga iedereen gewoon naar de transferlijst sturen. Contracten sla ik allemaal op. Dit soort dingen ook. Zo. Dan ga ik door naar de volgende pack. De volgende pack is, ik denk gewoon het 5k packie. Zal niet heel, zal waarschijnlijk niet iets goeds in zitten. Maar ik weet het nooit. Nog wel wat her. De Loveu. Geen idee of hij wat waard is. Oeh. Nou, hij is nog best wel wat waard. 2k gewoon voor zo'n packie. Hier nog een rare. Normaal zou ik krijgen geen eens een rare in deze 5k packs. Maar nu heb ik gewoon 2. Oké, dan hebben we nu nog 3 packs. Ik ga denk ik als eerst. Zelfs een groot pakket. 12 rare items. Of van ook een paar spelers. Dus misschien dat er wat goeds in zit. Dus dat hoop ik dan maar. Nee. Het is Vasquez. Voor mij zijn niet zoveel waard. Even kijken. Ah, 1k ongeveer. Dus niet veel waard. Ik heb wel weer wat tenuutjes. Die ga ik even discorden. En dit sla ik gewoon op. En dan hebben we nu nog 2 packs te gaan. Namelijk het 15k packie. En deze. Deze was voor mij 30k. Dus ik ga eerst voor de 15k pack. Hopelijk wat goeds. Volgens mij weer niks. Dani Ceballos. Misschien is hij wel wat waard. Ik denk het niet. Eens even kijken. Nou, ook gewoon helemaal niks. Nou, deze SBC heeft me echt iets van, volgens mij 15k of zo gekost. Dus ja, dat wil ik eigenlijk ook wel uithalen om winst te maken. Want ik heb niet zoveel coins. Alleen spelen pakket is niet heel bijzonder. Dus dat discard ik weer even. Nou, heel even snel deze openen. Ik skip hem even. Het is Asensio. Is dat wel op in mijn club? Oké, dan ga ik nu deze openen. 12 rare items van 6 gouden, dus 6 rare gouden spelen, 6 zilver rare. Dus hier verwacht ik al wat uit. Ik moet gewoon die coins terugverdienen. Oké, volgens mij hebben we boorden in ieder geval. Spanje weer, spits. Paco Alcacer. Volgens mij is hij ook echt niks waard. We gaan het zien. Eens even kijken. Nou, 3k ongeveer. 3-4k. Het is ook niet heel bijzonder. Maar tenminste wel iets. Dus dan heb ik niet echt iemand goed gepakt. Maar als ik iedereen op het laatste fles zet, heb ik misschien wel 15k eruit. Dus dat hoop ik dan maar. Ja, dus deze gas heb ik eigenlijk gepakt.
niet heel bijzonder. Maar ja, dat was dit al gewoon alweer de video. En dan zie ik jullie bij de volgende video.